Op zondag is er even tijd, ruimte, plaats om iets te doen wat misschien op weekdagen niet kan. Wat dat vandaag zou kunnen zijn, vragen we aan historicus Pieter Serin. Ik kan niet anders dan na een wekenlang onderzoek voor getuigenissen over de V-bommen op Antwerpen, een van de bekendste Antwerpenaren, Antwerpse dichters, zangers aan het woord laten, de Wannes van de Velde. Wat weinig weten is dat hij zelf ook de V-bommen in Antwerpen heeft meegemaakt en er later een lied heeft over geschreven, Von Braun, over de bekende Werner Von Braun, een van de bedenkers van de V2-raket, die na de oorlog door de Amerikanen werd omarmd en ingeschakeld in het NASA-programma en eigenlijk nooit is veroordeeld voor het bedenken van het wapen dat duizenden mensen hun leven heeft gekost. En hier in Antwerpen, zelfs op één moment, op 16 december 1944, in één klap in de Cinema Rex, 567 mensen heeft gedood. En Wannes van de Velde zingt er een prachtig lied over, in zijn bekende stijl. Maar het mooiste is eigenlijk de live versie, waarbij hij dicht en waar hij in zijn stem het echte verdriet, maar ook de woede die Wannes heeft, jaren nadien, over die toch wel duidelijke onrecht dat heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is goed dat de wereld zijn helden veriert, hun doden in boeken vertelt, zodat je een mens hun naam nog verliert die je op dat papier staat vermeld. Zo kennen we Mozes nog tamelijk goed, en Stanley en Livingstone. Ik weet er nog een uit Hitler's crew, de grote geleerde Von Braun. In het jaar 44, mijn zevende jaar, toen weer in Duitsland beslist dat ik zou vergaan met mijn vel in mijn haar, omdat ik me van land had vergist. Al was ik een blonde, een pure Germaan, met ogen vol blauwe geschijn. Toch was ik toevallig in België ontstaan. Mijn weeg stond te ver van de Rijn. De beste geleerden, de strafste ingenieurs, die stoken hun koppen bijeen op zoek naar een wapen, een echte primeur, tot nut en vermaak van het gemeen. Maar alles mislukte. Het wou niet van de grond. Of ook tussen een meter of draaien. De wetenschap sidderde, was er gerankt, want Auschwitz lag veel te dichtbij. Maar dan kwam de redding, een zuiver geluid, de klank van een wonder genie. Een hele serieuze, met heel zijn bagage van hogere filosofie. Hij zei, van de velden, die een blieke senior, die een magere blankte aan tuin. Hij krijgt een vijin, een relance cadeau van mij, de geleerde Von Braun. En zo is het gebeurd. Op een heldere nacht, dat was in mijn zevende jaar, hij Werner Von Braun mij met ijzer bedacht. Och mensen, dat was een gevaar. Maar hij heeft me gemist. Zijn raket vloog voorbij op volk van de volgende straat. Von Braun heeft erna zijn abeus nog hersteld, maar dan was het al jaren te laat. Maar het is goed dat de wereld zijn helden beloont. Met je plutken op het hoogste niveau. Von Braun zag zijn kennis met dollars gekroond. Hij zit aan een naken bureau. Je vindt zijn naam in de grote Larousse. Geklemd tussen dichter en clown. Maar niemand weet dat de Maya gemist, die grote geleerde Von Braun. De betreurde Wannes van de Velde over Werner Von Braun. Een tip van historicus Pieter Serin. En Pieter bijt vanmorgen om 11 uur de spits af van een lezingenreeks over de bombardementen op Antwerpen.